Max Verstappen heeft de sprintrace in België op zijn naam geschreven vanaf pole position. Het werd uiteindelijk een dag vol onderbrekingen, uitstellen van sessies, noem maar op. Ja, Ronald, het was een beetje een rare dag vandaag, hè? Ja, behalve dat Max gewoon weer bovenaan de tijdenlijst staat aan het eind van de rit. Maar je hebt gelijk, het was een beetje een rare dag. Al ben ik vooral heel blij voor alle mensen hier dat alle Formule 1 onderdelen, hè, de sprint shootout en de sprint race, dat die wel gewoon door zijn gegaan. Dat ze ook Max Verstappen naar afloop. Die zei van ja, respect voor de mensen hier. Mensen op tribune is nog tot daar aan toe. Maar zeker alle mensen in de modder. Dan moet je wel echt een diehard fan zijn om gewoon te blijven zitten. En wel leuk, Max Verstappen zei, dat had ik zelf niet gedaan. Dus die kunnen de mensen die hier vandaag waren in hun zak steken. Een serieuzere noot is dat Formule 1 misschien wel een klein beetje de dupe leek te worden van de eigen regels. De FIA dan vooral. En dat wil zeggen, hè, de sprint shootout werd uitgesteld. Maar daardoor werd ook de sprint race uitgesteld. Wat in het reglement staat dat er 4,5 uur moet zitten tussen het begin van de shootout en de sprint race. Maar als dat nou niet in het reglement stond en ze waren gewoon om 4:30 begonnen. Dan had die sprint race gewoon volgens schema kunnen gaan. En nu, het was echt voor ons best wel geluk. Want wij kwamen van de grid af, stapten net binnen en het ging buiten echt enorm los. Maar dat was qua start natuurlijk enorm ongelukkig qua timing. Daarna waren de meeste coureurs wel tevreden over de afhandeling. 5 rondjes achter de safety car. Max Verstappen zei dat had het er misschien 1 of 2 minder kunnen zijn. Maar ik heb begrip voor de mannen achter mij die veel slechter zicht hadden. En dus vinden zij dat er een aardige balans is gevonden tussen veiligheid enerzijds. Zeker hier ligt dat onder een vergrootglas. En de mensen, de fans anderzijds. En ook dat ligt na 2021 onder een vergrootglas. Ja, je noemt zicht, noem je al. Daar ging het best wel veel over, hè, na afloop van de wedstrijd. Ja, heel erg. Er was natuurlijk Max dat in de persconferentie, maar voor ons als Nederlandse pers was daarna nog een mediamomentje met Max. Daarin ging het eigenlijk volledig over zicht. Eerst ook al in de persconferentie met Pierre Gasly. Die zei van ja, ik voelde me eigenlijk niet heel veilig. Ik lag 6e en zag geen hand voor de ogen. Max grapte daar later een beetje, nou, niet over Gasly, maar in algemeenheid zei hij, ja, moet je maar op pole position kwalificeren. Heb je vrij zicht, is er niks aan de hand. Nou, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar op een serieuzere toon zei hij ook wel van ja, ik zag de safety car soms ook bijna helemaal niet. Dus zicht is momenteel wel het veiligheidsprobleem nummer 1 in de Formule 1, zicht in de regen. Nou, dat weet de FIA ook, daardoor ook die test met spatborden, dan wel wielkappen. Maar ik zei het ook donderdag in de F1 update, die eerste test is niet het ei van Columbus gebleken. En toen ik Max daarna vroeg, toen haakte hij ook heel erg in door te zeggen nee, en daar verwacht ik überhaupt weinig van. Want ja, spray is er ook op de snelweg. Spray kwam ook heel erg veel van de safety car af. Dus wielkappen of niet, dat gaat geen verschil maken. En zei hij, ja, een oplossing is er eigenlijk niet. Behalve wat hij ook donderdag hier aan de andere kant van de camera in de Red Bull Hospitality zei. Dan moet je geen regenracers meer houden. Maar dan zei hij, wordt Formule 1 net een soort NASCAR. Dat zou ook heel erg zonde zijn en moeten we ook niet willen. Dus ja, eigenlijk moet je, dat is de bottom line, moet je tot op zekere hoogte maar accepteren dat er risico's zijn. En zei Max, dat is ook van alle tijden. Want toen ik Formule 3 reed in het middenveld, zag ik met die auto's ook niks. Brazilië 2016 is eerder aangehaald, zag ik ook niks. Vraag de oudere coureurs in de paddock, zei Max tegen mij, die zagen ook niks. Dus dat is gewoon een risicoafweging die je moet maken als Formule 1 zijnde. Ja, ondanks alle regen en nattigheid won Max Verstappen dus gewoon de wedstrijd vanaf pole position. Eigenlijk kon hem vooraf al wel opschrijven, toch? Ja. Ja, hij zei ook heel eerlijk, hij zei van ja, toen ik achter Oscar zat in de outlap, reed ik heel rustig en toen kwam ik al dichterbij. Dus vanaf dat moment wist ik al dat ik hem gewoon zou winnen. Dat hij achter Piastri kwam, had natuurlijk met de bandenwissel te maken, hè, die hij een ronde later deed dan McLaren. Maar hij zei, dat is ook de goede keuze geweest. Althans, het is vooral de meest veilige keuze geweest. En dat hangt samen met de verdeling van de pitboxen. Red Bull heeft als constructeurskampioen de eerste pitboxen. Dat is normaal een heel groot voordeel, maar nu niet. Hè? Want als je binnenkomt en iedereen in de safety car, achter de safety car rijdt dicht bij elkaar, komt achter jou aan, dan is het risico groot dat je op iedereen moet wachten en dat je dus achteraan rijdt. Nou, zei Max, dat wilde ik niet. Als er een safety car zou komen in ronde 1 en ik was net binnen geweest en sommige anderen gingen wel door, had ik ook een nadeel. Dat wilde ik ook niet. Nou, dan maar liever één plekje verliezen en dat op de koop toenemen. Over banden gesproken, daar zei hij ook nog over stappen na afloop. De regenband die wij hebben, heeft hij in Japan vorig jaar ook aangegeven, is gewoon te slecht.
Hij zei, die wil je alleen maar gebruiken als je met een boot over een circuit moet. Maar dan is het, zijn het omstandigheden voor een rode vlag. Dus hij zei, ja, het verschil tussen de inters en de full wets is veel te groot. En dat is niet zo'n groot probleem als het zicht. Maar dat is misschien iets waar de Formule 1 ook wel naar zou moeten kijken. Dan gaan we even naar Oscar Piastri, die het hele weekend al lekker gaat in België. Was vandaag ook de eerste rookie sinds Esteban Gutierrez die aan de leiding ging. Gutierrez deed dat tijdens de Spaanse Grand Prix in 2013. Dat zag ik toevallig online staan. Hoe keek hij terug? Hij lag dus even aan de leiding, kon daarna, toen hij eenmaal was ingehaald, tempo niet echt bijbenen. Was hij wel tevreden? Ja, best wel. Ik moet zeggen, die jongen, ik heb het eerder gezegd hier en ik blijf het zeggen, maar dat is echt geen gewone in de positieve zin van het woord. Die jongen is echt wel uit dat goede racehout gesneden. Zagen we al van dichtbij in de juniorklasse, zien we nu ook op het hoogste niveau. Maar hij was inderdaad best wel blij. Hij zei, dit is mijn eerste podium. Al telt dit dan weer niet als een podium, dus dat heb ik weer. Inderdaad ook voor het eerst aan de leiding in de Formule 1. Nou ja, hij gaf wel aan, het gevecht met Max was geen gevecht, want ja, hij is niet onze tegenstander. En no way dat ik hem achter mij zou houden. Was ook wel te zien, want eigenlijk bij Oranje Radion zat Max er al zo dicht op dat hij bijna in moest houden. Wel viel het helemaal goed voor McLaren qua weer. Want ik heb daar ook een kaartje van, kun je even laten zien. En dan zie je heel duidelijk dat sector 1 en 3 allemaal Red Bull terrein is. Namelijk hè, veel rechte stukken, snelle bochten, daar gaat die Red Bull hard. Sector 2, het bochtige gedeelte, kleurt meer oranje. En dat is eigenlijk heel gek, omdat McLaren helemaal niet zo goed is in langzamere bochten. Maar daar hebben ze heel bewust op ingezet. Zij rijden met veel meer downforce dan vele anderen. En dus hopen zij heel erg op regen in beide races. En dus zijn zij in ieder geval met die enorme bui vandaag perfect op hun winkel bediend. Dan zagen we een andere verrassende naam in de top 3 staan. Dat was de naam van Pierre Gasly. Ja, mooi opsteken toch? Na alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen. Ja, absoluut. Hè. Ja, Alpine toch in een soort van chaos situatie beland. Een enorme leegloop, waardoor je ze bijna kunt verwachten dat ze random mensen in de paddock gaan benaderen om voor hem te komen werken. Nou, het was leuk om met je gewerkt te hebben, Ronald. Ja, ik volg altijd wat Saf nou weer op na dit weekend. Nee, is natuurlijk onzin. Maar kijk, het is wel zo, na de hele tumultueuze weken is dit wel een fijne opsteker. Pierre Gasly zei ook nog van... Het komt voor mij ook op een hele emotionele plek. Hè? Antoine Hubert, zijn goede vriend hier om te komen, had ook donderdag dat initiatief, hè, Run for Antoine. Hij zei, ja, dat het hier zo samenvalt is voor mij best bijzonder en best wel eventjes slikken. Maar ook best wel verrassend gaf hij aan. Want wat ik net over McLaren vertelde, dat kun je bijna omdraaien voor Alpine. Alpine heeft in ieder geval volgens Gasly vrij rigoureus ingezet op een droog weerafstelling. En dus was hij helemaal niet blij toen het begon te regenen. Maar geluk bij een ongeluk van die setup is dat je vrij hard loopt op rechte stukken. En dus ook vrij hard loopt op Campbell Straight. En dat het dus niet zo makkelijk inhalen is. Dus ook voor Alpine onderaan de streep is het uiteindelijk allemaal goed uitgepakt. Dan gaan we naar de teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez. Was niet voor de eerste keer de verliezer van de dag. Had een touché met Hamilton, viel daarna ver terug en uiteindelijk uit. Hoe keken beide heren terug op dat incident? Ja, heel verrassend, uiteenlopend. Ja, Checo was not amused. Hè. Checo zei, ja, Lewis had daar geen grip en rijdt daarbij mij vol in de zijkant. Hij zei, mijn vloer is zwaar beschadigd geraakt. Nou ja, vloer, het belangrijkste onderdeel om downforce te genereren. En dus was het einde oefening. Lewis Hamilton die haalde een quote van Ayrton Senna aan. Die zei dus, if you no longer go for a gap. Nou ja, de mensen thuis kunnen hem wel afmaken. Maar hij zei, ja, het is gewoon een racing incident en die hoeven ze niet zo zwaar te bestraffen. Zei ook Toto Wolff. Toto zei namelijk, ja, dit is een sprintrace. Wat wil je in een sprintrace? Actie. Nou, dan doet iemand wat en dan ga je meteen bestraffen. Dus ook hij vond dat te zwaar. Nou ja, de mensen thuis mogen hun mening wel vormen. Maar zei Toto ook nog, maar weet je wat het is? Checo kan niet al te veel het op die schade gooien. Want Checo ging voor dat moment ook al in de achteruit. Die verloor ook al heel veel terrein. Dus Toto was daar vrij uitgesproken over. Dat gezegd hebbende is het ook een hele rommelige dag geweest voor Mercedes. Die sprint shootout die verliep eigenlijk voor geen meter. Dat is de korte samenvatting. Russell die reed in de weg van Lewis Hamilton. Russell zei, it's been a total mess. Een grote puinhoop. Dus Mercedes niet de dag die ze wilden hebben. Positieve noot, Daniel Ricciardo. Geen punten, maar wel weer een erg goed optreden. Dus die blijft de verwachtingen tot dusver overtreffen. Ja, vrijdag kwamen beide Mercedes-mannen elkaar natuurlijk ook al tegen op het circuit. Dus het is knap dat je op zo'n lang circuit elkaar twee keer tegenkomt in één weekend. Ja, ja.
Morgen, dan hebben we Toetje natuurlijk, de Grand Prix. Wat zijn de verwachtingen voor zondag? Ja, dat Verstappen weer wint, denk ik. Die kunnen we alvast invullen. Het is meer de vraag van met hoeveel seconden voorsprong. nou ja, Max zei er zelf over. Hè? Hij kan dat natuurlijk niet zeggen. Maar zei Max, ik moet vanaf P6, hè, die toch wel tactische versnellingsbakswissel. Hij zei, ik moet gewoon zorgen dat ik de eerste ronde zonder schade doorkom. Dat ik in een ritme kom. Nou, dat lukte vorig jaar vrij aardig om binnen 12 rondjes van 14 naar 1 te rijden. Nou, nu is de opgave iets minder groot. Hij zei, ik moet zorgen dat ik in een ritme kom. En dan zouden we normaal gesproken wel heel snel moeten zijn. Het wordt denk ik vooral heel interessant voor de teams achter Red Bull. Of althans achter Max. Omdat wat ik net aangaf, er nogal wat uiteenlopende vleugelkeuzes gemaakt zijn. En dat dus heel erg valt of staat met het weer. Wordt het morgen droog? Wordt het nat? Wordt het van allebei een beetje? En ja, daar hebben teams hele uiteenlopende wensen voor. Sommigen gaan vanavond een regendansje doen. Anderen juist niet. En dat aspect kan morgen nog wel leuk gaan worden. Ja, morgen of zondag dan om 3 uur start de Grand Prix van België. Zondagavond blikken we natuurlijk terug op die wedstrijd in een nieuwe F1-update. Ronald, dank voor je analyse over de sprintdag in België. Wat ik zei, zondagavond spreken we elkaar weer. Dus tot de volgende.